Hey, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een monthly reset routine. Ik probeer iedere maand te eindigen met dat ik alles opnieuw schoonmaak, organiseer, plan, alles voor een nieuwe maand. Dus vandaag ga ik mijn routine met jullie delen en deze maand is het zo satisfying. Want 1 april begint op een maandag, dus een nieuwe week, een nieuwe maand, helemaal een fresh start. En ik ga ervoor zorgen dat ik helemaal fresh kan beginnen door alles vandaag schoon te maken en zo. Het is vandaag niet 31 maart, want dan komt deze video online en is het Pasen. Het is een paar dagen daarvoor. Maar dit doe ik altijd aan het eind van de maand. Niet precies op de laatste dag van de maand. Het is een soort Sunday reset routine. Wat je doet voor een nieuwe week. Maar dan in plaats van een nieuwe week een nieuwe maand. En dit keer is het ook wat specialer. Want ik ga ook echt van de wintermaanden. Dus de laatste wintermaand vind ik wel echt maart. Naar de lentemaanden. Dus ik ga ook wat winterkleding weghalen. En gewoon een hele frisse start. Dus ik ga jullie meenemen in mijn routine. En dat begint eigenlijk door eerst mijn kamer op te ruimen. Het is nu niet heel erg. Maar ik ga sowieso alles even oppakken. En terug op zijn plek zetten. Zo ziet mijn kamer er nu uit. Dus ik ga dit even oppakken. Alles is opgepakt. Ik heb hier even wat spullen gezet die naar beneden moeten, maar het valt wel mee. Vroeger was mijn kamer best wel vaak echt een hele erge troep. Maar het gaat steeds beter. I'm learning. Het is nu allemaal opgepakt. Dus mijn kamer is nu eigenlijk gewoon helemaal opgeruimd. Maar het is nu tijd om mijn bed af te halen. Want een nieuwe maand betekent ook een vers verschoond bed natuurlijk. Dus die ga ik even beneden in de was doen. Maar eerst afhalen. Ik haal mijn bed trouwens niet 1 keer in de maand maar af. Maar dit hoort wel bij routine. Dus denk niet dat ik maar 1 keer in de maand mijn bed was. Maar ik ga dit even beneden in de was gooien. Nu dat is gedaan, ga ik denk ik even naar de winkels. Ik haal niet allemaal boodschappen zelf. Maar misschien weten jullie het, misschien weten jullie het niet. Maar ik heb dus een eigen koelkast op mijn kamer. En alles wat daarin gaat, betaal ik gewoon zelf. En ook kwark en zo haal ik allemaal zelf bij de supermarkt. En dat is allemaal op. Bijna helemaal koelkast is leeg. Ik zal het even laten zien. Ik heb nog maar 2 blikjes cola en 2 knijp kwarkjes. Maar verder eigenlijk niet echt iets waarmee ik kan ontbijten. Dus ik ga sowieso naar de supermarkt om even ontbijtspullen te halen. Dus kwark en ook dingen voor in de kwark, fruit en zo. En ook een fridge restock. Ik ga niet heel mijn koelkast weer helemaal restocken. Dat heb ik wel eens op TikTok gedaan een paar keer. Maar gewoon, ik ga wat extra drinken en zo halen. Dus ik ga nu naar de supermarkt. Dit doe ik ongeveer ook 1 of 2 keer in de maand. Ik zit in de auto en ik wil eigenlijk ook kijken voor wat tulpjes bij de supermarkt. Want het is natuurlijk lente en ik hou echt van tulpen. En laatst had ik hele mooie gehad bij de Albert Heijn. Dus ik hoop eigenlijk dat ze weer die hebben. Dus ik ga nu naar de Albert Heijn toe. Ik praat trouwens de hele tijd over de lente. Het voelt echt niet als lente. Het is ijskoud buiten. Maar ja. Ik kom net van de winkel. En ik heb best wel een grote tas met spullen. Ik zal even laten zien wat ik allemaal koop als ik bij de supermarkt ben. Als eerste haal ik altijd wel iets van fruit. Ook al is het echt niet normaal duur. Ik heb vandaag aardbeien gehaald. Meestal kijk ik ook naar wat er in de bonus is. Vandaag waren deze in de bonus. En dan denk ik van, oh, bonus. Nog steeds 5 euro. Maar ja, ik heb ook 2 potten kwark. Eerst had ik altijd die van Lindals. Maar ik vind deze van Skeer dus eigenlijk ook heel erg lekker. En deze komt in een grotere verpakking. Dit is namelijk 1 kilo en die van Lindals gaat maar tot 500 gram. Dus ik heb 2 potten van deze kwark. Dat eet ik eigenlijk altijd als ontbijt. En dan heb ik nog wat dingetjes voor in mijn kwark die op waren. Ik hou van schudde buikjes in mijn kwark. En van deze mokka boontjes. Die heb ik nog gehaald. Nog 2 kleine kwarkjes. Ik vind die knijpkwarkjes die nog in mijn koelkast lagen, vind ik niet meer lekker. Ik weet niet of ze iets aan dat recept hebben aangepast. Maar ik vind het opeens niet meer lekker. Dus ik heb nu gewoon van deze. Dit is Skeer Style. Oh, pindakaas banaansmaak. Die lust ik nog wel. Dus ik heb 2 van die. Dan heb ik 4 keer Fanta Zero. Die hebben ze ook allemaal in de bonus. Dat is wel heel erg chill. Ik heb Cola Zero en Fanta Zero Sugar. Ik drink niet super vaak frisdrank. Dit gaat ook zeker een maand mee. Maar ik vind het af en toe wel lekker. Niet dat jullie denken dat ik alleen maar frisdrank drink. Ik drink vooral heel veel water. Maar ik ga dit even in mijn koelkast restocken. Dit doe ik dus eigenlijk altijd op TikTok. En dat vinden jullie volgens mij wel satisfying. Ik weet niet of ik het helemaal zo satisfying nu in deze video ga doen. Maar even tijd voor een fridge restock. Oké, ik heb hier mijn tas. En dan ga ik nu het erin doen. Volgens mij zijn deze blikjes dus groter als deze van Albert Heijn. Want deze zijn van de Makro. Omdat ik nu eindelijk ontbijt heb, ga ik even ontbijten en koffie drinken. En dan ben ik zo meteen weer terug. Ik heb dus ook hele leuke tulpjes gekocht bij de Albert Heijn. En die gaat mijn moeder even helpen met die in de vaas doen. Want ze kan dat beter als ik. Zo. De laatste. De laatste.
opgeschreven. Voilà. Ik ben weer in mijn kamer. En wat trouwens ook bij de routine hoort om iedere maand in te gaan, is mijn nagels laten doen. Ik heb ze niet vandaag laten doen, maar gisteren. Maar ook aan het eind van de maand. Ik doe ze denk ik 2 keer in de maand. En dan 1 keer aan het begin en dan halverwege ongeveer. Dus die zijn ook helemaal fresh voor de nieuwe maand. Ik ben dit keer voor witte poeder gegaan trouwens. Maar nu ga ik denk ik nog een keer door mijn kledingkast. Ik twijfel dus of ik nu al mijn dikke truien uit mijn kledingkast ga halen. Want het is nu natuurlijk lente. Ik denk niet dat het nog heel koud gaat worden. Maar ik weet niet of ik al ready ben om echt de switch te maken van winter naar lente. Maar misschien dat ik er een aantal dikke alvast uithaal. Maar ik ga sowieso even een closet clean-out doen. Niet echt een diepe clean-out met dat ik super veel weg ga doen. Maar gewoon even kijken of er misschien wat dingen weg kunnen en dat soort dingen. Dus ik ga even mijn kledingkast uitzoeken. Ik heb alles een beetje uitgezocht. Maar ik had laatst natuurlijk echt een mega closet clean-out gedaan. Dus heel veel heb ik er niet uitgehaald. Dit zijn trouwens de tulpjes. Die staan hier wel heel erg leuk, vind ik. Hier heb ik wat truien die echt in de was moeten. Die ik gewoon in mijn kast heb gedaan met een hele make-up rand. Dus ja. En hier heb ik wat dingetjes die weg kunnen. Dit is mijn jas, dus die niet. Maar die wel. En daar die 2 rokjes ook. Dit hangt nu dus aan mijn deur. En dit vind ik heel winters. Niet echt voorjaar vibes. Dus ja, wat moet ik hier anders ophangen? Ik weet het nog even niet. Die buckethead gaat er sowieso af. Maar eigenlijk wil ik een mooie jurk hier ophangen. Maar die heb ik nog niet. Tenminste, ik heb er wel eentje gekocht laatst bij de Zara. Maar ik weet niet of die leuk is om op te hangen. Ik ga het even proberen, maar misschien dat die voor nu nog daar blijft. Het is dus een panterprint jurk. Ik heb hem even opgehangen. Ik weet niet of ik dit leuker vind. Misschien doe ik wel gewoon niks. Even totdat ik iets leuks vind. Dat ik hem gewoon even plain hou. Maar laat vooral weten in de comments wat jullie vinden. Of ik deze moet ophangen of gewoon mijn winterjas. Maar ik denk niet dat ik mijn winterjas daar ga laten. Dit zou ik echt wel iedere maand moeten doen. Maar dat doe ik niet. Mijn kwasten wassen. Ja, dit moet je eigenlijk gewoon iedere maand doen. Ik denk dat het nu ongeveer, ja, misschien het begin van het jaar is geweest. Dat ik dit voor het laatst heb gedaan. Maar dit moet echt bij mijn monthly reset routine horen. Dus ik ga nu even al mijn kwasten wassen. Ik vind deze kwasten van Morphe dus heel erg fijn en mooi. Maar heel die coating komt er dus af. Dat vind ik echt zonde. Want ik vind ze nu een stuk minder mooi. Dus ik hoop dat ik dit er ook een beetje af kan wassen. Maar ja, misschien was ik ze ook niet vaak genoeg. Omdat ik niet echt een heel goed systeem heb. Ik doe het gewoon met een beetje shampoo. En dan gewoon op mijn handen. Ik heb niet zo'n matje met goede zeep om kwasten te wassen. Dus het is ook, ja, niet heel professional. Maar ik moet er maar mee doen. Dus dat ga ik nu doen. Ja, dit is echt zo'n klusje waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar je moet het echt vaker doen, want heel hygiënisch is het niet. Oh, en ook even mijn sponsjes meenemen. Dit is mijn setup in de badkamer. Ik heb daar mijn kwasten, shampoo. Dan ga ik ze daar wassen en dan gooi ik ze daar in het handdoekje. Gooi ik ze, leg ik ze. Ik heb al mijn kwasten gewassen. Ze zijn helemaal schoon en fris. Ik heb ze even bij het raam gelegd en die opengezet om te laten drogen. Want ze zijn aardig nat. Sommige zijn schoner dan andere geworden. En ik heb mijn sponsjes ook gewassen. Dus het is helemaal clean. Mijn kwasten zijn aan het drogen. En ik denk dat die precies morgenochtend droog zijn als ik weer make-up moet doen. Dus dat is top. Ik drink even een Fanta Lemon die ik vanochtend bij de supermarkt heb gehaald. Maar ik ga mijn kamer stofzuigen. Dat doe ik niet 1 keer in de maand voor de monthly reset. Maar elke week wel. Maar het is nu wel weer nodig. Dus let's go! Ik sta weer buiten, want bij de transition van winter naar lente betekent ook voor mij vaak dat ik mijn auto wil wassen. Want ja, in de winter wordt hij sowieso vies door al dat zout dat op de weg ligt. En in de lente blijft hij gewoon vaak mooi schoon. Dus ik ga hem even door de wasstraat halen. Eerst even een before shot. Dit is mijn auto before. Hij is echt best wel smerig hoor. Mijn velgen zijn helemaal mat, die glanzen niet eens. En sowieso glanst hij niet echt. Kijk, er zit echt zo'n laagje op dat het gewoon echt vies is. Dus het is wel nodig. We zitten in een wasstraat. Ik ben met mijn moeder, maar ik weet niet of dit goed gaat. Meestal moet je je auto eruit zetten. Ik ben nog nooit in de wasstraat geweest. Dus ik rijd een beetje naar voren en ik zit er nu in. Maar mijn auto staat aan. Ik heb nu het gas ingedrukt, want als ik die loslaat, de rem ingedrukt. Want als ik die loslaat, dan geef ik gewoon gas. Maar hij vertelt mij niet wat ik moest doen. Dus moet ik hem in neutraal zetten of in park? Oh ja, dat is misschien handig. Want ik doe nu de hele tijd remmen, maar
Straks is dat niet goed. Misschien kunnen we even aanzetten. Soms gaan we glijden. Ik weet niet wat dit, of dit goed gaat, maar... Ja, als je hem uitzet, staat hij ook stil. Uit. Moet mijn auto uit. Oké, we zijn door de wasstraat. Ik weet niet waar ik nu heen moet. Geen ingang. Nou, niet daarin. Niet naar de uitgang. Oh, hier. Interieurband, stofzuigplein. Volgens mij is mijn auto schoon en leven we nog. En de auto is niet nat van binnen. Dus ik denk dat het zo goed is, maar... Ik ga nu nog even de binnenkant laten reinigen. Nu wordt even de binnenkant gedaan. Ik ben weer thuis en mijn auto is dus niet helemaal clean. Ik had net €32 betaald bij de wasstraat. En dan verwacht ik echt dat mijn auto best wel heel erg schoon is. Maar ik vond mijn velgen nog best wel vies. En aan de binnenkant, ja, had ze dat schoonmaakspul gespreid en gewoon niet afgedaan. Maar ja, ik heb nog meer te doen vandaag. Dus ik wilde niet nog langer daar zijn. Dus ik ging gewoon weg. Maar ik ga het de volgende keer gewoon weer zelf doen. Want meestal doe ik het dus zelf. En dan doe ik het veel beter. Is die veel schoner. En scheelt heel veel geld. Dus... Ik ga niet meer naar de wasstraat, maar het was wel, nou, op zich was het wel grappig met mijn moeder. Nu ben ik weer thuis en ik ga nu mijn bed opmaken, want er zijn al wat spullen uit de was, nog niet alles. Maar wie vindt het leuk om mijn bed op te maken? Ik niet, dus ik heb er geen zin in, maar ik ga het wel doen. Ik heb het vier seizoenen dekbed van Emma en dit bestaat dus uit twee lagen. Maar ik zit te twijfelen of ik nu al de tweede laag eraf haal, zodat ik nu al onder een dun laken slaap. Of zodat ik hem nog ophou. Ja, ik denk dat ik hem nog sowieso een maand ophou. Ik kan hem natuurlijk over een week of zo ook eruit halen. Maar voor nu gaat hij er nog op. Mijn bed is helemaal fresh. Hier ligt trouwens al meer schone was. Dat moet ik zo meteen gelijk even opruimen, zodat mijn kamer schoon blijft. Maar ik ga nu eerst even achter mijn bureau. Ik ga even aan mijn planning werken voor sowieso de komende week. Maar ik ga ook wat grotere dingen die ik in april gepland heb in mijn planner schrijven. Want ik werk ook wel met agenda op mijn telefoon. Ik heb best wel leuke dingen nog in april die ik er nog in moet schrijven. Dus dat ga ik dan even doen. En voor de komende week schrijf ik even mijn workouts erin. Dat plan ik ook graag. En wat ik allemaal moet leren en doen voor de uni. Want mijn laatste tentamen komt er alweer aan. Spannend. En ook mijn laatste verslag voor mijn scriptie. Dus ik ga even een planning maken. Ik heb me even omgekleed. Ik heb even een workout setje aangedaan. Ik heb zojuist avond gegeten, maar ik ga nu voor een van de laatste keren hardlopen voor mijn 30 dagen challenge. Ik heb eigenlijk heel de maand maart dus de 30 dagen challenge gedaan. Die eindigt eigenlijk precies als deze video online komt. 31 maart eindigt die. En dan heb ik gewoon de 30 dagen challenge gedaan. Dus ik ga nu nog als een van de laatste keren hardlopen daarvoor. Ik denk dat ik natuurlijk gewoon doorga met hardlopen en sporten na de challenge. Niet dat ik dan opeens stop. Voor de challenge moet ik nog wel gaan. Dus dat ga ik nu doen. En dan kom ik terug, want dan... Het is tijd voor een everything shower. Ik kom net thuis van het hardlopen. Ik ben even mijn make-up aan het afhalen. Ik had sowieso veel beter kunnen gaan hardlopen zonder make-up. Maar nu dus tijd voor mijn everything shower. Dat doe ik ook niet één keer in de maand. Ik doe ongeveer één keer in de week een everything shower. Maar het hoort wel bij... Dit heb ik echt al 5 keer uitgelegd. Maar ja, everything shower dus. Onderdelen van mijn everything shower zijn als eerste natuurlijk mijn haar wassen. Dat is wel nodig. En ik doe wat skincare onder de douche. Een cleanser. En ik ga mijn lichaam scheren en natuurlijk wassen. Dus dat ga ik nu even doen. Maar dat kan ik natuurlijk niet filmen. Ik kom net uit de douche. Was echt heerlijk. Ik dacht, ik ga nu nog even een maskertje doen. Deze van Garnier. En de vorige keer, in een van mijn vorige video's, volgens mij was dat een self-care night routine, deed ik dus ook een maskertje. En dat deed ik nadat ik al skincare op mijn gezicht had. En toen ging het dus branden. En toen hoorde ik in de comments van jullie dat het dus kwam omdat ik twee soorten skincare met elkaar had gemengd. Wat dus niet kon. Dus nu doe ik voor de zekerheid geen skincare voordat ik een maskertje doe. En is dit gewoon mijn skincare voor de avond. Volgens mij is dit gewoon een heel hydrating maskertje. Ziet er altijd zo gek uit. Maar het is echt heerlijk. Mijn maskertje zit erop, maar ik denk dat ik hierbij gelijk de video afsluit. Want dit is het laatste wat ik vandaag ga doen. En ook het laatste wat hoort bij mijn monthly reset routine. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was een beetje een soort testvideo. Kijken of jullie het leuk vinden. Als jullie vaker van dit soort reset, clean with me, organizing, routine video's willen zien. Dus laat zeker weten wat jullie ervan vonden vandaag. Heel dit masker beweegt terwijl ik praat. Dus dit was de video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.